Lodgehouders in het Boven-Suriname-gebied hebben veel schade geleden. Toen de rivier de afgelopen weken buiten zijn oevers trad. Veel van de lodges zijn daardoor onder water gelopen. De eigenaar van Menimi Eco Resort, Arman Abona, zegt dat zijn resort, welke op een eiland is, veel schade heeft opgelopen. Hij geeft aan dat binnen 2 dagen het water flink is gestegen. Hij hoopt dat hij hulp kan krijgen vanuit het districtscommissariaat. Abona merkt op dat de situatie bijna uitzichtloos is, aangezien het blijft regenen terwijl het officieel geen regentijd is. Hij wil zijn lodges nog niet beginnen op te knappen, omdat hij niet weet wat er nog komen zal. Tapa eiland, overstroming, dus kiezen voor schade. Dus omen also sumugwe, dus wat er al toe helemaal, dus de kon dat van eiland kon. Maar omen also go onder water, omen zand vernietigd, de triplex voor den also allemaal sumu, dus voor schade op de kiezen. Sami Luku, dus voor de triplex Sami Lasi, dan naar 200 stuks triplex. Ammonie dat me nou, dat me moest lukken, want de Sanko deal, no, no. Wel, de volgende stap voor me, eigenlijk na Jepi no mo, me denk dat ik me af van nodig. Want te wan san miti, je schrijft no man, doe ala samoro. We make mooi ti mada. Urvel Kudumusu, tour operator tevens gids, geeft aan dat behalve de schade aan vakantiehuizen, lodgehouders die bezig waren met andere projecten ook schade hebben geleden. Na oort voor meester Rakote, dat is Tumaipa vakantieeiland. En van wat erbij dan. Awatra fora samang, wat is ook boos man, amako na atjoni apisti amador baka na resort. Awatra kring overdag. En ala de sonopanele sama be ap fu bigi wan project, wa sonopanele project tap a resort fu amang, ala malago onder watra de makom broko, ama generator be de ook tu baka deng oso. En awatra konsohi tak ala de generator, ala sonopanele, be di natuurlijk. Amalei verlies naar om schade wat materiaal betekent. We willen goed dat PAJP kan komen, dus alles is PAJP kan komen, hoe ABAJP van Oudo. Wat waarschijnlijk onder alle de stappen zou kunnen waka, dus Oude heeft een nieuwe resort, dus Lekwa een nieuw resort en Amako verlies alle de sansa Amabedenki Fuknap Apu Mik Akuma resort, die alle Surinamers en alle mensen die naar Suriname komen waarschijnlijk. En door deze grote verlies kan hij niet meer verder gaan. Dus hij heeft sowieso hulp nodig van iedereen die een hulp kan geven. De overheid, de ministers, de DC's en iedereen die een hulp kan, een bijdrage kan geven, heeft hij allemaal hulp nodig. Zowel de lodgehouders als tour operators zijn onaangenaam verrast door de wateroverlast. Ze hopen dat ze wat hulp kunnen krijgen, want de schade die ze hebben geleden is heel groot.